U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een dag met veel bewolking, periode met wat motregen, slechte zichten, grijs en zacht weer dus. De satellietfoto's van vanochtend laten zien dat Nederland toch met tamelijk veel bewolking te maken had. En die wolken werden vanuit het westen steeds aangevoerd. En dat betekent dat er de komende 24 uur nog niet heel veel staat te veranderen. Voorlopig berekent de computer bewolking van tijd tot tijd wat regen of motregen. We zien ook een lijn ontstaan. En die lijn dat is een koufront. Dat koufront gaat in de loop van vrijdag overtrekken. En dat betekent dat daarachter dus koelere lucht het land instroomt. Dat betekent tegelijkertijd ook dat het wat gaat opklaren. En in de loop van vrijdag trekt de regen weg en dan volgen er geleidelijk aan weer een paar buien. Zover is het nog niet. Eerst de komende avond zacht weer, 12 graden op de thermometer, een stevige wind een enkele opklaring misschien maar in het algemeen bewolkt en van tijd tot tijd wat motregen. Dat is ook in de nacht het geval. Temperaturen gaan niet of nauwelijks omlaag, zeer zacht dus en aanhoudt het ook die harde wind in de kustprovincies uit zuid het zuidwesten, de windkracht 7. Morgen, wat wind betreft, weinig verandering in de ochtend. Dan is het 12 graden. Maar dan zien we in de middag dat die bewolking gaat wegtrekken. Dat de neerslag wegtrekt. De wind gaat wat draaien. En dan komt de zon er voorzichtig bij. Tegelijkertijd gaat dan wel de temperatuur omlaag. Zaterdag, zondag, een graad of 8 op de thermometers. Vooral zaterdag, stevige buien met hagel en onweer erbij. Een graad of 8, als gezegd. Eh, maandag gaat de temperatuur weer omhoog. En dan hebben we weer te maken met vrij veel bewolking en perioden met regen. De vraag is: zit er dan helemaal geen winterweer aan te komen? Nou, als we heel ver weg gaan kijken, eh, dan zien we rond de kerstdagen dat de kans op een minimumtemperatuur in de buurt van het vriespunt iets gaat toenemen. En uiteindelijk na de kerst zou het wel eens wat kouder kunnen worden. Maar die kanspercentages tonen aan dat. Die kans zeker niet groot is. Sneeuw daarbij? Ja, dat kan. Vooral vanaf tweede kerstdag kan een klein beetje sneeuw best wel eens een keer in de verwachting zitten. En dat moeten we dan zien in de vorm van winterse buien. Want in het algemeen zal de temperatuur nog wel aan de hoge kant blijven. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.